Het Roefelteam heeft ook dit jaar weer een bijzonder plan. Zij zijn namelijk op zoek naar hotelgasten. Mensen in de leeftijdscategorie van 25 tot ongeveer 85 jaar die het verdienen om even lekker in de watten gelegd te worden. De eerste 6 gasten zijn van dinsdag 21 juli omstreeks 10 uur tot woensdag 22 juli omstreeks 8 uur van harte welkom in Hotel Van Harte. Voor de tweede groep rolt het Roefelteam de Rode Loper graag uit op donderdag 23 juli. En deze gasten zwaaien ze dan op vrijdagavond rond de klok van 8 uur weer uit. Ze hebben natuurlijk denk ik wel veel gedaan voor ons en dan moeten wij ook wat terug doen. Daarom hebben wij altijd eten gemaakt voor hen. Iedereen verdient wel iets om te krijgen eigenlijk. We hebben gesport, we zijn bij de bakkerij geweest, we zitten hier natuurlijk te eten. En vooral ouderen geholpen tot nu toe. Alle hotelgasten zullen een deel van het roefelprogramma meedraaien. En daarnaast gaat men samen met een kleine groep kinderen de gasten laten genieten van een heerlijk VIP-arrangement. Ben, of ken jij iemand die een hart onder de riem verdient? Neem dan snel contact op met de Hartenbrigade.